Meneer de burgemeester, we staan in Brugge met belangrijk bezoek hier. Inderdaad, niemand minder dan oud-premier en oud-strijder Mark Eyskes stelde hier zijn werken te toon in de stadshallen. Ik denk dat deze confrontatie van oud en modern, dat dit goed is voor de discussie. En zelfs voor de stadshallen, maar zeker ook voor Mark Eyskes. Ja, en ook nog een goede vriend van u, hè? We kennen elkaar, ik was kabinetssecretaris van Daniel Koens, toen minister van Onderwijs, toen Mark Eyskes. Ja, in zijn beste doen was hij. Hij is toen ook eerste minister geweest voor een tijd. Dus we kennen elkaar wel, maar ik was van een andere generatie. Ondertussen zijn we ook wat ouder. We hebben wat respect voor elkaar en ik vind dat... Weet je, dankzij u dat hij hier is, toevallig? Het is te zeggen, wanneer wij iets kunnen doen, en dit is toch een toplocatie. Het is de locatie op de markt, niet de Harmijnzaal, maar waar Stefan de Bare exploitant is. En hij doet dat eigenlijk op een uitstekende wijze. Ik denk dat het ook een goede promotie is voor de stadshallen. Allee, stadshallen van 800 jaar geleden, met eigentijds werk. Dat is toch de ideale combinatie om een goede dialoog en een goede discussie te hebben. Hè? Is er een beetje mogelijkheid om samen vanavond nog door te zakken als twee kameraden? Ja, maar genoeg niet. Ik moet binnen 10 minuten op de volgende post zijn. Maar ja, je kunt niet altijd thuis zitten. Nee? Dat is de burgemeester. Alsjeblieft. Meneer de minister van Staat, meneer Mark Eyskes, welkom in Brugge zeker. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ik kom hier graag. En wat doe je hier vandaag speciaal? Ik kom op een hele bijzondere gelegenheid. De opening van een tentoonstelling van mezelf. Ik bedoel, van mijn schilderijen. Zit er een goede vriend daartussen, de burgemeester van Brugge? De burgemeester is een goede vriend en iemand waarvoor ik heel veel bewondering heb. En hij promoot ook de kunsten in zijn stad. Hij is trouwens een kunststad. Brugge is natuurlijk iets heel unieks. In Vlaanderen, in België, in Europa, in de wereld en in het zonnestelsel. U hangt hier naast grote werken van Salvador Dalí. Grote meester, hè. Natuurlijk, die heeft enorm veel geschilderd en getekend en die had een beetje een fabriek. Is dat iets wat een voorbeeld voor u geweest? Ik vind dat die man een geweldige inspiratie had. En ook een kolossale techniek. Hij heeft fantastische schilderijen gemaakt. En in België mogen we ook niet klagen, hè. Dus Magritte en Delvaux zijn ook fantastische schilders. En nu Mark Eyskes. Dank u. Moet wel nog een beetje evolueren, maar ja, het komt eraan. Inderdaad, je hebt gelijk. Ja. Zit die microbe lang in een mens? Bij mij zit dat er al lang in. Van tijdens mijn jeugd heb ik veel getekend. Eerst met houtskool, dan met waterverf. Het is heel moeilijk, waterverf, want dat is onverbiddelijk. Als het mislukt is, moet je je papier verscheuren en herbeginnen. En dan ben ik overgeschakeld naar olie. Dat is een zeer aangenaam medium. Het ruikt ook zeer lekker. Wat ik graag doe is mijn duim plonzen in een hoopje verf. En dan met de duim bijvoorbeeld wolken schilderen. Dat kan ook. Is dat schilderij wat achter ons hangt hier zo gemaakt? Wel, sommige van die wolken zijn met de duim bewerkt. Ja, dat is juist. Hoe lang werkt de mens eraan, aan zo'n schilderij zoals dit hier? Niet te lang, want ik heb weinig tijd, hè. Dus meestal begin ik daaraan een zondagnamiddag, om 3 uur. En dan moet dat tegen 9 uur af zijn. Als dat niet om 9 uur af is, wil dat zeggen dat het mislukt is. Dit schilderij stelt dus 9-11 voor. Dat is wat meer gecompliceerd. Als ik me nog goed herinner, heb ik dus geschilderd na 2001, hè, 2002 wellicht. Ja, dat denk ik dat ik dat wel in 2 of 3 keer heb geschilderd. De details en zo kun je dan later aanbrengen. En dat vrijheidsbeeld, was dat een beetje moeilijk om te maken? Ja. Het is niet getrouw, hè. Het echte vrijheidsbeeld ziet er wat anders uit. Ik heb het groter gemaakt dan het is. Ik heb het lichaam vergroot om een effect te geven van belangrijkheid. Het is een aanval tegen Amerika. Niet voor wat Amerika doet, maar voor wat Amerika is. Voor staat. Waar het voor staat. En dus dat vrijheidsideaal in Amerika is essentieel. Als je de haven van New York binnenvaart, of je vliegt naar New York, dan zie je dat vrijheidsbeeld. En dat is eigenlijk tamelijk klein, alles bij elkaar. Maar ik heb het zeer groot geschilderd. Omdat dit Amerika eigenlijk uitbeeldt.
Het is ook een cadeautje van Europa trouwens. Ja, tuurlijk, een cadeau van de Fransen, hè. Het is ook gemaakt door Franse artiesten, hè. Bartholdi heeft het gemaakt en Eiffel, de man van de Eiffeltoren, die heeft gezorgd voor het metalen gebinte aan de binnenkant. En het is een belangrijk symbool voor Amerika. En men heeft eigenlijk Amerika willen treffen in zijn ziel. Dat heb ik willen weergeven. Ja. Hoe lang hangen die schilderijen van u hier in Brugge? Dat moet u vragen, maar toch wel een zestal weken. Ja, men heeft tijd genoeg om te komen kijken, ja. Meer tijd dan Brussel Hall Vilvoorde splitsen, of minder tijd? Nu is het snel gegaan, hè. Ja. Als u erbij geweest was, was het nog sneller gegaan? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze hun uiterste best gedaan hebben. Dat men een grote inspanning heeft gedaan van verbeelding en ook van wederzijdse verdraagzaamheid uiteindelijk. Bedankt Wouter Beke misschien? Ja, die heeft het goed gedaan. Die heeft het prima gedaan. Hij heeft risico's genomen. Op bepaalde momenten was hij zeer hard en voortvarend. Maar het heeft resultaten opgeleverd. Het is een heel, heel degelijk akkoord. Nu nog de rest, hè. De andere dossiers zijn misschien nog belangrijker. Dus u bent vandaag dubbel gelukkig? Ik ben... Met dit hier en wat in Brussel gebeurt? Uitermate gelukkig. En vooral omringd door al deze sympathieke Bruggelingen, nietwaar? En in dit prachtige Belfort. Fantastisch. Laat u nog een beetje genieten, meneer Rijskers. Ja, doe dat. Dank u.